Dus ik zeg, kom mee. Ja, toen zijn we die kroeg ingegaan. En ik doe nog even zo. En toen bang! En bang! En toen ging het los. Eventjes. Ja. En die vent die gaat naar buiten. En toen kwam er een hele hoop geduw en getrek en geschreeuw. Yes, mensen. Kali Hero. Wij zijn echt op doorgaan. Vandaag heb ik afgesproken met Alex Soosen. Hij heeft een akkefietje gehad met wat Ajax-hooligans. Ze hebben hem een boete van 5000 euro gegeven en een 020 verbod. Maar hoe serieus neemt Alex deze bedreigingen? En of hij die boete ook betaalt? We gaan erachter komen. Oké dan, daar is hij. Hey broeder. Alles goed broeder? Rustig, rustig. Lekker rustig. Man, je ziet er goed uit. Ja, dankjewel, kan ik over jou ook zeggen man. Wat is er aan de hand? Nou ja, wat is er aan de hand? We zijn hier voor een reden. Jij wou even met mij praten over wat ik zelf bekend heb gemaakt. Over een stukje Koninginnedag. Ja. En een groepje Ajaxiden uit een dorp. Het zou eigenlijk gaan omdat jij bedreigd zou worden door Ajax-hooligans. Hoe is dat? Bedreigd? Kijk, het is eigenlijk gekomen. Jij wil weten hoe dat ontstaan is. Praten we over 2 jaar geleden. Ik werd bekend en... op dat moment ging ik video's maken. Ja? Je kan bij mij een verjaardagsgroet kopen. Je kan iemand laten afbranden. Ja. Ik verdien daar mijn geld mee. Hè? Onder andere. En goed, ik maak dat voor iedereen. En wat mensen vragen, ja, dat doe je gewoon. En blijkbaar heb ik ook wat harde kernen binnen Nederland een goede push gegeven. Door te zeggen dat ze niet kapot kunnen. Onder andere Feyenoord, PSV... Wat heb je nog meer voor clubs? Ik weet het allemaal niet. Maar goed, ik doe dat gewoon. Ik vind dat leuk. En als dat helpt om die wedstrijd te winnen, dan blijf ik dat ook gewoon doen. Hoor. Ja. Okay. Maar dat is gewoon niet bij iedereen in het goede keel gehad. Nee. Ik ben opgegroeid in mijn jonge jeugd in Purmerend. Ja. En ik ga terug, lang terug, met een heleboel jongens daar. En Purmerend heeft een groep. Ja, ze noemen zichzelf harde kern Ajax van Purmerend. Ik kom daar in een appgroepje. En binnen de appgroep wordt gezegd, hij maakt filmpjes voor Rotterdam, voor Eindhoven. We moeten deze gast niet meer... En toen begonnen ze allemaal spierballentaal uitstaan. Ja, ik heb hem vroeger ook nog wel een keer in elkaar gerost. Die sukkel is in België ook door Albanese afgetuigd. Ja, dat is ook allemaal zo. Maar die sloegen wel. En die deden er wel wat aan. Weet je... Deze jongens die houden van praten. Nou ja, goed, ik heb het gelaten. Ik kreeg zo gezegd via hun appgroepje een bericht doorgestuurd. Een van hun vrienden. Ja, wat voor vrienden hebben jullie? En die zegt, Alex, kijk wat ze allemaal over je zeggen. Ik zeg, nou ja, mooi, maar ik heb er heel weinig mee en ik ben niet onder de indruk. Ik word gevraagd om in Purmerend een Koninginnedag, een soort van... meet and greet te doen met de gasten van een kroeg. Ik heb dat op mij genomen, die taak, met Koninginnedag. En ik sta daar met mijn zoon ook en een aantal vrienden. En het was gewoon gezellig. En komt er niet een groepje Purmerendse hooligans een beetje provoceren. En met provoceren bedoel ik een biertje gooien op mijn zoon. Dat soort zaken allemaal, weet je. Ik denk een uurtje later, anderhalf uur nadat hij weg is, was de spanning was een beetje gezakt. Volgens mij. Toen kwam er iemand bij mij en zei, Alex, je kan hier niet weg, want je moet 5 ruggen aftikken. En dat was een Ajax-hooligan die tegen jou zei, van je krijgt een boete bij deze, 5000 euro, anders kom je hier niet veilig weg. Ja, nou ja, kijk, ik weet niet of hij een Ajax-hooligan is, ik wil hem niet zo noemen. Maar het verhaal dat ik daar niet mocht zijn, is wel gebaseerd op voetbal. Ja, oké. En het wordt wel geïnitieerd door Ajax-mensen dat ik daar moet gaan betalen in mijn eigen dorp om weg te kunnen. Nou, daar word je boos van. Nou, boos. Ik ben helemaal fucked up in de kop ervan. Ja. Ik denk, wat gebeurt mij nou? Ik word gewoon afgepest door een van de chappie. Weet je? Ja. Dus ik zeg tegen hem, nee, ik begrijp het, man. Ik begrijp het. Ik had er hier ook niet moeten komen, man. Sorry. Maar ik heb geen 5 ruggen bij me. Ik heb wel een klok. Die is 6 waard. Zullen we dat dan anders doen? Maar niet waar iedereen bij is, want ik moet ook aan mijn reputatie denken, heb ik tegen hem gezegd. Een stukje toneel doe je. Ja, dus ik zeg, kom mee. Ja, toen zijn we die kroeg ingegaan en ik doe nog even zo en toen bang! En bang! En toen ging het los, eventjes. Ja. En die vent die gaat naar buiten en toen kwam er een hele hoop geduw en getrek en geschreeuw. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niks. En ik dacht dat wij, ja jongens van mijn generatie en van mijn hout, waar ik uitgesneden ben... Ja.
een gemeenschappelijke vijand hadden. En dat is die kankersmerers. Ja? En niet elkaar pakken op een clubje. Ik hou niet van voetbal. Ik vecht niet voor een plek. Ik vecht voor mijn familie. Ik vecht voor mijn geld. Ik vecht voor mijn wijf. En ook voor jou, als je een vriend van mij bent. Nou, dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment ga ik weg en ik stap in een taxi. En komt er niet diezelfde gozer die je een paar gehad hebt, die komt hier even met zo'n dingetje zwaaien. Ik denk, nou, hij meent het wel heel serieus allemaal. Kortom, je moest 5000 euro betalen, maar in plaats daarvan heb je een paar tikken verkocht. Ja. Je werd achterna gezeten met een vuurwapen. Ja. Maar daar blijft het niet bij, want tot op heden gaat het verhaal verder. Maar daar hebben we het zo over. Daar gaan we het zo over hebben. Uit! Je had 2 jaar geleden bonje met een paar Ajax-hooligans. Ja. En daar bleef het niet bij, want afgelopen week was het weer aan. Nou, kijk, wat gebeurt er? Ik heb een feestje gehad in Amsterdam 2 weken geleden. En er was wat drinken over mijn kleren gevallen. Ik was niet helemaal fris meer. Ik had een hotel gepakt. En ik ben de volgende dag heb ik nog een afspraak gehad. En ben ik even kleding gaan kopen. En heb ik een Ajax-trainingspakje gekocht. Ik denk, dat vond ik wel grappig. Gewoon voor de leuk. Ja, het was een mooi pak. En ze hadden net een nieuw pak. En, maar even voor de duidelijkheid, jij bent geen Ajax-fan per se. Nee. Ja, ik vind dat ze leuk voetballen. Daar gaat het niet om. Wat gebeurt er? Ik heb dat pak in de kast liggen thuis. En van de week heb ik het aangetrokken. Mijn mailbox stroomde vol met doodsbedreigingen naar mijn kinderen. We gaan je kinderen neuken, Alex. De harde kern van Ajax heb ik helemaal geen contact gehad of helemaal geen problemen gehad. Dit is een dorp waar zogenaamde... Ja, voor mij zijn het gewoon een steltje clowns, hooligans. Denken dat ze mij namens Ajax kunnen afpersen. En ik denk niet eens dat de harde kern, de echte harde kern van Ajax hiervan op de hoogte is of achter staat. Want dan had ik wel een berichtje gehad dat ik het op hun rekening over moest maken. Is het nu ook zo dat jij echt een 020 verbod hebt? Nou, ik heb geen e-mail gekregen nog. Nee. Of een sms'je, nee. Okay. En ik ben volgende week gewoon weer in Amsterdam. Dus we zullen erachter komen. Ik heb geen ruzie met die gasten. Die gasten hebben ruzie met mij. Het heeft mij geraakt. Ik vind het gewoon respectloos. Ik kom niet aan hun familie, maar door mijn kinderen te bedreigen of erbij te halen in dit soort verhalen. Ja, mijn huisadres te bedreigen. Ja, mijn huisadres waar mijn vrouw woont, waar mijn kinderen wonen, waar ik veilig moet voelen. Ja, als dat erbij gehaald wordt. Ja, dan word ik vals. Maakt je kwaad, merk ik. Dan word ik echt kwaad. Ja, dan word ik echt kwaad. Staat Ajax harde kern hierachter? Met wie heb ik eigenlijk een probleem? Dat vraag ik mij af. En als er een probleem is, wil ik erover praten. En als er geklapt moet worden, dan gaan we klappen. Als er gelachen moet worden, wordt er gelachen. Als er een paar hoeren bij moeten komen, dan komen er een paar hoeren bij. Maar het kan opgelost met mij. Want met mij kun je alle kanten op. Maar niet op zo'n manier. Blijf bij je eigen mening. Doe lekker wat je wil. En laat je door niemand en dan ook niemand vertellen waar of wanneer je ergens wel of niet mag zijn. Want ik kom waar ik wil. Zo zeg ik, hoop voor je dat het allemaal nog goed komt. Ik wil het nog even over iemand hebben. Over meneer Kosso. Hey, opgeblazen vetbult. Gaan we nog vechten of niet?